We zijn van Stichting Groene Spoor, Vereniging Duurzaam Soesterkwartier. En we hebben met de gemeente afgesproken dat we vlinderstruiken vanaf de Eem tot aan Birkhoven als continue leidraad door groen mogen laten lopen. En dit is de eerste, dit is de gemeente. Terrein, hè, is eigendom van de gemeente. En die zijn zo bereid geweest om de boel om te spitten en de teelaarde in te leggen. Dus die werken helemaal 100% mee. En dan planten we een aantal vlinderstruiken op een rijtje en dan moest er een bodembedekker onder. Want anders, ja, grasmaaien, dat ga je niet onder struiken doen. Ja. Nog meer vrijwilligers. Toen u van dit initiatief hoorde, wat dacht u toen? Mooi, hè? Ik doe mee. Ik heb meteen gezegd, ja, ik wil. Ja. Zo heb ik het teruggestuurd. U komt hier uit de buurt? Ja. Goudjeboomstraat. Ja. En wat is precies helemaal de bedoeling van dit plan? Kunt u het uitleggen? Het is de bedoeling dat er tussen Birkhoven, het bos Birkhoven en het station hier van Amersfoort helemaal een groene lijn komt voor de vlinders en de bijen. Ja, en vooral gaan we dan ook achter het station verder? Dus ik heb geen idee. Bij de wagenwerkplaats. Ja. Ik begreep dat het daar... Ja, gaat het helemaal van tot aan de Eem. En eigenlijk een hele groene strook aan één stuk door op een of andere manier. En dat kan ook speelplaatsjes zijn. En het kan ook een bos worden. Of er kunnen groentetuintjes. Allerlei mensen mogen allerlei ideeën hebben. Ik sprak net ook een meneer hiervan. Die woont hier. En die wil hier wel een mooi park van maken. Het gaat vast er heel mooi uitzien. Het ziet er nu nog een beetje droog uit, hè? Ja, maar ik fiets hier heel geregeld, dus ik ga het helemaal zien groeien. Dat vind ik heel leuk. Ja. Succes. Ja. Misschien moeten er nog wat fleurige bloemen tussen gezaaid worden op termijn, maar dat is nu nog niet het geval. U bent ook buurtbewoner? Ik ben geen, ik ben stedeling van Amersfoort. Oh. Maar niet woonachtig in het Soesterkwartier. Oh, maar hoe bent u dan betrokken geraakt bij dit project? Ik zit in de stichting Het Groene Spoor. En hoe werd er gereageerd in de buurt? De buurt was een grote opkomst en die waren heel enthousiast. Alleen op zo'n koude dag komen ze toch niet allemaal spitten. Maar we hadden 8 vrijwilligers die zich opgegeven hadden. En die waren er ook vanmorgen.